Geweldig dit! Weet je wat pas geweldig is, Matt? Weet je wat pas geweldig is? Nee. Ik wou een backflip doen. Maar toen realiseerde ik mij dat ik geen backflip kan doen. Wat een geweldig begin van de video. Geroep mijn gevleugelde, welkom bij de Game Duiven. Welkom bij Reacties met Duiven. Geen idee hoe volste aflevering dit is, maar welkom bij Reacties met Duiven. Want, reacties en duiven. Ik heb reacties, ik heb veel duiven. Reacties met duiven. Yeah. Haha, ik lach me kapot. Daarom moet je vaker bij LukeTuber opnemen. Zuster, we hebben een persoon dat zich kapot lacht. Zo, breng de ambulance. Oh, het was metaforisch gezien. Zuster, laat maar. We bewaren dat voor later, oké? Voor kleine Billy. Ik moet inderdaad vaker met LukeTuber opnemen, want het ding was... Luke kwam zeg maar hier, we hadden zeg maar afspraak gemaakt en ik had eerst geen enkel idee wat we moesten doen. Dus daarom begonnen we zeg maar deze video te maken. En eergisteren bedoel ik, kwam ook bijvoorbeeld MRJ vlogs langs, Martijn. Maar helaas had ik ook, kon ik geen video met hem maken omdat ik zelf geen idee had, geen enkel idee had wat ik met hem moest doen. Maar we hebben een ontiegelijk leuke dag gehad hier in Den Haag gewoon. We zijn naar Pier geweest en zijn naar allemaal verschillende plekken geweest. So much fun. Oh my fucking god. You just did not. Wat heb ik fout gedaan? Nu wil ik oprecht weten wat ik heb fout gedaan. Heb ik iets fout gedaan? Heb ik je pijn gedaan? Ah, sorry. Sorry als ik je pijn heb gedaan. Sorry, Soria. Kleine duif. Grote duif. Ik ben echt slecht in bottle flip. Ik ben niet de enige. Naar de toek. Zoek naar reacties. Zoek naar reacties. Hey. Leuke video, je hebt een nieuwe sub. Nou, dankjewel, Thibaut. Dankjewel. Knuffelen. Oh, wacht, nee. Ren niet weg. Ik eet een broodje hagelslag. Nou, ik eet een kommetje Doritos. Ik heb nieuwe voornemens. Oh, trouwens, ook nog één grappig ding. Één grappig buiten scenes ding zeggen. Als je bijvoorbeeld de rap hebt gezien van mij en Mart. Ik heb de link in de beschrijving. Zeg het. Mart had er maar eerst, Rick heeft nieuwe voornemens. En als je voelt, het ding was, Mart had voelt dat, maar, had voelt ma eruit geknipt. Dus kreeg je te horen, Rick heeft nieuwe voornemens. En wij vonden dat hilarisch. Misschien was het niet hilarisch, maar het was gewoon hilarisch. Wat was erbij? Waar was jij trouwens? Want we hadden je uitgenodigd om fel om 11 uur, maar je was er niet bij de opnames. Hoe kon je? Tegen wie praat ik eigenlijk? Ik zou het voor een duivig jaar, nou ik ook. Want wat ik ga doen, ik ga proberen zoveel mogelijk te uploaden. Ik ga proberen, ik ga kijken of mijn geluk of ik misschien dagelijks ga uploaden. Want het is gewoon cool. Want het moet ook heel erg normaal voor me worden, dan waarschijnlijk dagelijks ga uploaden. Dus ik ga het proberen, ik ga het zoveel mogelijk proberen. Nou, je bent oprecht een van de meest dedicated YouTubers ooit. Niet de meest, maar ik ben best wel dedicated, vind ik zelf dan eigenlijk. Want, ja... Proost. Hier ga ik eens goed voor zitten. Waar ga je voor zitten? Vertel mij nu. Ik zit nu te wachten. Pay op Pals! Toppie in the morning! Guachu! Episch petje. Draag ik al een pet? Nee. Die draag ik nu niet. Jongen, je reageert niet eens op mijn reactie. PS, je outro, het is abonneer, niet abonneer. Graag gedaan, brave hond. Ja, nog één ding. Eerst stond er bij mijn... een van mijn oude outro's. Er stond een keertje bij gewoon abonneer met twee B's. Eerst weet ik niet. En als ik eerlijk ben, ik zit later heel erg te twijfelen of ik zelf niet dyslectisch ben of niet. Er zijn verschillende testen bij mij al gedaan of ik dyslectisch ben of niet. Maar, want mijn broer is best wel freaking dyslectisch. En ik heb zelf heel veel ADD. Maar
ADD trouwens. Niet ADHD, maar goed. Het ding is, ik kan niet zo heel goed en snel dingen echt goed voorlezen. Dus, I don't know, man. Zelda is ook baas. Echt waar? Cool, dan ben ik medewerker. Dit was deze reacties met duiven. Sorry voor nog een hele korte, maar ik ben van plan een heleboel video's op te nemen. Maar goed, hopelijk heb je genoten van deze reacties met duiven. Ik moet deze vaker mee doen als ik eerlijk ben, want het is leuk. Het is leuk om vragen te beantwoorden en gewoon zo te reageren op reacties, want dat is cool. Want dat is hip. Hip met de kids en... Maar goed, het is dus zo heel erg leuk om reacties te beantwoorden. Dus ik moet dit absoluut vaak, wat vaker doen dan normaal. Want nu is het echt, nu doe ik het echt knijter weinig. En ik vind het zo heel belangrijk dat er meer interactie is tussen net creator en kijker. Dus die connectie probeer ik wel, ga ik ook proberen wat vaker te houden. Maar goed, dit was deze aflevering. Hopelijk heb je genoten. Als je genoten hebt, vergeet niet... Naar like dan toe te fladderen en je vleugels te spreiden. Ik deed mijn auto verkeerd. Opnieuw. Hopelijk heb je genoten. Als je genoten hebt, vergeet niet die vleugels te spreiden en naar like dan toe te fladderen. Ik zie jou weer in de volgende video. En vlieg op!